Dag dames en heren, u kijkt naar Koppensnelle van woensdag 11 mei. Een deel van de wegen bij Aquabest is nog altijd afgesloten voor voetgangers en fietsers, omdat ze daar last krijgen van geïrriteerde ogen. In de berm is namelijk een stof gedumpt. Dinsdagavond werd de grond afgegraven, maar woensdagochtend moest men daarmee stoppen, omdat ook de mensen die de boel opruimden last kregen van geïrriteerde ogen en luchtwegen. De gemeente heeft een deel van de Terraweg afgesloten. Inmiddels mogen automobilisten er wel weer rijden als ze hun autoruiten dicht doen als ze het gebied passeren. Het scheepvaartverkeer was ook stilgelegd, maar werd woensdagochtend weer geopend. Er is een nog onbekende stof gevonden. Mogelijk gaat het om resten van een drugslaboratorium. De Efteling in Kaatsheuvel heeft vorig jaar minder winst gemaakt. Dit ondanks dat het bezoekersaantal met 4 miljoen gelijk is gebleven. De winst bedroeg 11,4 miljoen euro tegenover 15,3 miljoen euro het jaar daarvoor. Dat maakte het attractiepark woensdag bekend. De Efteling is overigens wel tevreden. Het park investeert flink. Zo werden vorig jaar de Sprookjesboom en de houten achtbaan geopend en ging vorige maand de Ravelijn open. Volgend jaar viert het park haar 65-jarig bestaan. 16 uur badmintonnen voor het goede doel. In de sporthal van Gielsen vond woensdag deze recordpoging plaats. De opbrengst hiervan gaat naar de Kliniclowns. We zijn vandaag een recordpoging badminton aan het doen van 16 uur lang. We zijn vandaag om 7 uur 's ochtends begonnen en we zullen om 11 uur eindigen. En daarmee verbreken we het oude record van 15 uur. Is dat een officieel Guinness Book of Records record? Nee, het is geen Guinness Book of Records record, maar wel een Giels Book of Records record. En dat is dus een lokaal recordboek wat wij hier in Gielsen hebben. En zoals ik zei, het oude staat op 15 uur en wij gaan nu voor de 16 uur. Er is geloof ik ook nog een goed doel aan verbonden. Ja, klopt. Deze actie heb ik gedaan voor de Kliniclowns. Dus al het geld dat deze dag wordt opgehaald, zal daar ook naartoe gaan. Wat is jullie streefbedrag? Ja, het is moeilijk te zeggen. We gaan in ieder geval voor de 500 euro. Maar meer is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Wat denk je, Niels? Gaan jullie iets halen? Nou, ik denk het niet. Ja, tenminste deze wedstrijd niet. De recordpoging wel, denk ik. Oh ja, dat is toch wel de bedoeling? Ja, nog 11 uurtjes en dan zijn we er. Poepoe. Dus zijn we op een mannetje dadelijk. Het Guinness Book of Records. Succes. Ja, dankjewel. En wat hebben de andere media te melden vandaag? Sandra Meijwee uit Kaatsheuvel dreigt haar huis uit te worden gezet door de woningbouwvereniging, omdat haar 93 huisdieren overlast bezorgen. De vrouw vangt al 6 jaar gehandicapte katten, honden, reptielen, vleermuizen en eenden op. Dat is te lezen op Poont. Volgens de buren stinken de beesten enorm en maken ze te veel lawaai. Fietsende ouderen raken steeds vaker gewond in het verkeer. In de meeste gevallen gaat het om ongevallen die zij zelf veroorzaken. Dat schrijft de NOS op haar website. Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Hagen wil meer aandacht voor de veiligheid van ouderen in het verkeer. Ze wil met gemeenten en provincies aan tafel om routes veiliger te maken met duidelijke markeringen. De straatinrichting, waarbij de weg en het trottoir vaak dezelfde kleur hebben, is volgens de minister ook vaak de oorzaak van de ongelukken. 2 dagen na de Playboy Mansion van Hugh Hefner, een droom voor menig man. Maar voor de 34-jarige Niels van Kolwijk uit Hilvarenbeek komt deze droom ook daadwerkelijk uit. Dat is te lezen in het Brabants Dagblad. Hij won deze prijs in het radioprogramma van Ruud de Wild op Radio 538. Hij krijgt een hele week een limousine tot de beschikking en mag 2 dagen naar het huis van de Playboy-baas om feest te vieren. De VVD wil dat het stoplicht voordat het op groen springt eerst oranje wordt. Dat is te lezen in de Telegraaf. Het verkeer zou volgens de liberalen beter doorstromen als verkeerslichten eerst enkele seconden op oranje gaan. In landen als Engeland en Duitsland is dat al langer het geval. Automobilisten worden scherp gezet en kunnen hun auto dan alvast in de eerste versnelling zetten. En als je het toch nog te lang vindt duren, dan kun je het misschien op deze manier oplossen. Dit waren ze weer, onze koppen van vandaag.